De nieuwsvloer van RTL Nieuws in Hilversum. We hebben de twee zwaargewichten van de politieke televisiejournalistiek op de Haagse redactie van RTL Nieuws. Welkom Frits en een heel hartelijk welkom aan Ferry Mingelen, de commentator, de politieke commentator van de publieke omroep van de NOS. Hartelijk welkom, hartstikke mooi dat je er bent. We gaan praten over de verkiezingen, de campagne zoals we die tot nu toe hebben beleefd. Zit een jaar of 60 aan politieke ervaring in Den Haag volgens mij. En we hebben 5 kritische kijkers die allemaal hun vragen hebben voorbereid. We gaan gewoon naar de eerste, Tom Fouten in Hongkong. Hongkong helemaal, Tom. Kun je vertellen wat je daar doet en hoe je eigenlijk op de hoogte blijft van de Nederlandse politiek en waarom dat je nou nog interesseert in Hongkong? Ja, nou dat zijn heel veel vragen. Ik ben 5 jaar geleden naar Hongkong vertrokken om aandelen te handelen. Eerst op de Aziatische markt, maar nu handelen ze eigenlijk op de hele wereld. Ik volg de Nederlandse politiek vooral via een account die ik volgeladen heb met een Twitter-account die ik volgeladen heb met nieuws. Allerlei verschillende nieuwsaccounts, waaronder die van jullie. En zo wist ik dus ook dat dit gaande was. En ik wilde dolgraag een vraag stellen. Oké, nou stel hem. Oké. Kijk, wat ik dus eigenlijk niet zo heel goed begrijp is hoe het kan dat 2 weken geleden gewoon Diederik Samson nog op, geloof ik, minder dan 20 zetels stond. Dat er dan opeens nu zoveel meer mensen dan opeens op hem gaan stemmen. Dan vraag ik me af waar die mensen dan vandaan komen. En of de Nederlanders niet een soort kuddedieren zijn die eerst achter de PVV aanrennen, dan achter de SP en nu dan weer eens een keertje achter de PvdA. Ja, ik wil graag Ferry Mingelen als onze gast het eerst het woord geven. Ferry. Het is, voor een deel komt dat omdat mensen geen vaste partijkeus meer hebben. Die laten zich dus heel erg beïnvloeden door wie het goed doet in de campagne. Ze hebben natuurlijk al een idee, een beetje links, een beetje rechts. Maar wie op links, wie op rechts, dat wordt dan zeer bepaald van wie doet het goed. Nou, Roemer deed het de tijd heel goed voor de SP, maar toen de campagne echt begon, De PvdA is van lijsttrekker veranderd. Daar is Cohen afgetreden en Samson opgetreden. Die heeft heel erg goed geoefend tijdens de zomervakantie. Die doet het dus heel goed in de debatten. En dan denken mensen van, ja, als ik nou toch een beetje aarzel tussen de een of de ander, Samson doet het goed, laat ik dan hem mijn stem maar geven. Tom? Ja, dus, ja, volgens mij wel. misschien moet Tom even reageren op wat Ferry net zegt. Ja, dat lijkt me inderdaad niet onwaarschijnlijk. Maar dat betekent dus inderdaad dat als je maar een hele populaire jongen bent, dat je dan het goed doet in Nederland. Nou, ja, blijkbaar. Frits, wat denk jij? Dat niet alleen. Het gaat ook om het vertellen van het verhaal. Een verhaal wat ook beklijft bij mensen. En wat je zag, en dat zie je vaker in de afgelopen jaren, dat zo'n eerste debat of een tweede debat kan ineens zo'n soort swing geven voor de een of de ander. 2003 hebben we dat gezien met Wouter Bos, die was er ook nieuw. Nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. En die ineens na dat eerste verkiezingsdebat sky high ging in de peiling. En had hij nooit over nagedacht, maar hij moest ineens nagaan denken vanuit niets bijna. Van, jezus, we gaan misschien straks wel de premier leveren. Wie moet het worden? Nou, dat mocht hij toen niet worden van zijn vrouw. En toen zei hij, misschien moet Job Cohen dat dan voor ons worden als wij de premier gaan leveren. Nou, zo'nzelfde beweging zag je na het eerste verkiezingsdebat met Diederik Samson. Hij deed het debat echt goed. Roemer deed dat niet zo goed, vond hij zelf ook achteraf. Ja, en toen mensen die op links wilden stemmen, zeiden van nou, dan is de kans misschien dat Samson premier wordt, als wij een linkse premier een torentje willen hebben, groter dan met Roemer. En ja, die lijn die zette ineens zichzelf helemaal voort. Bij iedere peiling die iedere dag weer komt, jongens, het zijn maar peilingen, maar zie je dat die lijn doortrekt en dat de VVD zenuwachtig begint te worden. En Roemer heeft zich er denk ik wel een beetje bij neergelegd dat het allemaal niet meer gaat lukken. Samson heeft het gewoon goed gedaan, hij heeft het verhaal van de Partij van de Arbeid heel duidelijk gemaakt, verteld. Er stond vrij soeverein in die debatten, ja, en dat scoort. Ja, overigens, misschien is het ook aardig om aan te vullen dat Samson dus niet alleen scoort bij zijn eigen achterban. De barometer peilt ook het vertrouwen, het rapportcijfer voor wie zou geschikt zijn als premier. Dan zie je dat Rutte die scoort dan de hele tijd het hoogste, 5,9 krijgt hij. Samson scoorde 14 dagen geleden nog een 4,8, nou dat houdt niet over. Maar binnen 14 dagen scoort hij dus ook een 5,9. Dus binnen 14 dagen heeft hij heel veel mensen het vertrouwen gegeven dat hij het eventueel als premier ook goed zou kunnen doen. Nou, dat is wel een prestatie. Kijkers kunnen overigens
meepraten als u deze hangout zit te bekijken. Ga dan even via Twitter of Google Plus naar ons toe. Dat kan met Vraag het Frits, de hashtag Vraag het Frits. Kom bij ons, doe mee. Ik zie de vraag hier en voor je het weet zit je in de uitzending. Goed, gaan we naar de volgende vraag van Ludwine Dekker. Ludwine, stel je even voor alsjeblieft en stel je vraag. Nou, hoor ik niet. Oh, Ludwien heeft geen geluid. Dat is jammer. Misschien kunnen we dat even repareren. Dan, ja, daar ben je. Ah, ik ben er. Ja. Lekker. Zeg, stel jezelf even voor en stel je vraag. Ik ben Ludwien Dekker uit Utrecht. Ik ben zojuist afgestudeerd in nieuwe media. En mijn vraag is eigenlijk aan de heren Frits en Ferry. Jullie zijn iedere dag te zien op tv. Jullie weten altijd mooi te vertellen wat de dames, heren, politici weer goed of misschien niet zo goed hebben gedaan. In hoeverre denken jullie dat jullie macht of invloed hebben over wat de kijker thuis denkt? Nou, Frits, Ferry, wie? Ja, ik vind macht altijd een beetje moeilijk woord als het om journalisten gaat. Mm-hmm. Je hebt wel, vind ik, altijd een hele duidelijke verantwoordelijkheid. Van wie laat je in een debat aan het woord? Hoe verdeel je de zendtijd over de verschillende partijen? Dat moet je allemaal evenwichtig doen. Dus wel een hele grote verantwoordelijkheid. Macht, ja, we hebben beide iets met een medium. We hebben een platform waar politici op kunnen acteren, om het zo maar te zeggen. Waar ze aanwezig zijn. Maar ze maken en breken zich eigenlijk op dat platform zelf. Wij geven ze de gelegenheid. We laten ze aan het woord, we stellen ze vragen. We willen dat zij duidelijk maken aan de kiezers wat zij over wat zij willen. En natuurlijk hebben we er ook commentaar op. Meer van bekijken naar de wedstrijd. Wie heeft het gewoon goed gespeeld? Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt? En eigenlijk eigen voorkeuren spelen daar, wat mij betreft, en ik weet ook of Ferry, volgens mij compleet geen rol in. Ja. Macht, ja, je beschikt over een medium, het past nog voor die mensen. Ja. Ja, ik ben het helemaal met Frits eens. De onpartijdigheid, objectiviteit is allemaal van toepassing. We doen ons werk. Dat werk heeft natuurlijk wel invloed. Je ziet het vooral natuurlijk bij de grote debatten. Dan is het wel van belang wat daarna wordt gevonden. Zijn er voordat er grote debatten zijn, Frits? Ja. Ik zeg allebei, meneer A heeft het waardeloos gedaan. Ja, dan zou dat wel invloed kunnen hebben. Maar mensen zijn natuurlijk wel zelf ook in staat om te zien of meneer A het inderdaad waardeloos heeft gedaan. Toch is belangrijk wat de mening na zo'n debat is. Ik weet dat bijvoorbeeld de PvdA, maar ook D66 ontzettend actief zijn. Hun eigen leden oproepen om na zo'n groot debat vooral mee te stemmen over de vraag wie heeft het best gedaan. Want als er na zo'n groot debat gelijk wordt gezegd, wat vaak het geval was tot nu toe, Samson heeft gewonnen. Dat heeft hij goed gedaan, maar dan komt het ook omdat heel veel mensen uit zijn achterban die knop indrukken. Dus in die zin heeft het medium invloed. Frits, mag ik even, Frits, jij zei, we moeten zorgen dat de zendtijd een beetje evenwichtig verdeeld wordt over de verschillende politieke partijen. Hoe doe je dat dan? Nou ja, dan kijk je vooral naar. Natuurlijk kijken we vooral naar de grote partijen. De partijen die het toe doen en die kans maken om in die Tweede Kamer te komen. En die wellicht gaan regeren. En grote partijen krijgen vaak wat meer aandacht dan kleine. Je ziet nu dat de meeste aandacht op dit moment uitgaat naar VVD, de SP en de Partij van de Arbeid. En wat minder naar de partijen die nu op dit moment niet even het allerbelangrijkste zijn. En niet het voortouw gaan nemen straks in de formatie. Nieuwe partijen, hele kleine partijen. Er zijn er 21 op de kieslijsten. Daarvoor is het lastig. Maar als die met een hele onderscheidende boodschap komen. Kijk bijvoorbeeld naar de Partij van Dieren een paar jaar geleden. Die kwamen er toch ineens tussen. Het is lastig voor die partijen, maar we proberen ze toch zoveel mogelijk aan het woord te laten, ook die reacties mee te nemen. En zo probeer je het zo evenwichtig mogelijk te verdelen. Maar ja, je kijkt toch wel naar de Champions League, niet echt naar de derde divisie. Ja, toch is hier wel nog wel een beetje verschil tussen, laten we zeggen, de RTL en de publieke omroep in die zin. Dat wij van de NOS, wij vinden toch dat we een beetje de taak hebben om alle partijen die nu in de Kamer zitten een kans te geven. Dat betekent dat in ons grote slotdebat, ook in het eerste, maar zeker ook in het laatste, al die 11 partijen, al die 11 lijsttrekkers, dus in het debat mee mogen doen. Maar ik ben het met Frits eens. Vervolgens kijk je natuurlijk wel wie is groot en wie is klein. En de kleinere partijen, die krijgen in zo'n debat minder tijd dan de grote. Maar RTL
kiest wat makkelijker voor nou, alleen de vier premierskandidaten. Heel goed debat, hele goede keus. Maar ja, wij hebben dan toch een iets bredere publieke taak. Dat komt ook omdat iedereen ons betaalt en dan mogen ze ook allemaal mee. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk wel nog een debat gedaan met 8 partijen. Ook op de campagne op zich heb ik 50 plus langsgekomen. Dan proberen we allemaal mee te nemen. In de gewone uitzending. Nee, dat is, maar, dat is ook... Dat maar is blijft ook moeilijk. Waar. Je kunt niet met 21 partijen debatteren. Dus ja, jammer, maar helaas. Ja. Lutwine, ben je tevreden over dit antwoord? Ja, een stuk duidelijker. Dankjewel. Nou. Oké, blijf bij ons. Dan gaan we naar een oude bekende uit Alkmaar. Dat is toevallig de stad waar Frits is opgegroeid. Eduard Wit was er vorige keer ook bij. Maar stel je toch even voor en stel je vraag. Goedemiddag, heren. Ik ben Eduard Wit. Ik woon in Alkmaar. Wederom weer op het oude AZ-terrein uiteraard. Ik zie Frits alweer lachen. Ja, er moet wel wat gebeuren nog even. Dat bedoel ik. Ik ben 59 jaar en ik werk bij SNS Reaal. En ik heb de volgende vraag. Frits Bolkestein, VVD, heeft zo'n 2 maanden geleden, ik dacht dat het bij Nieuwsuur was, had hij het gehad over een tweedeling van de euro in Noord en Zuid. Hè, op de beurs hou je dan 1 euro. Hoe denken de politieke partijen over zo'n voorstel? Ja. Nou, dat is... Dat ligt genuanceerd. Ik weet bijvoorbeeld dat de ChristenUnie die denkt wel in die richting. Maar het is wel een heel ingrijpende situatie. Vooralsnog zijn de meeste politieke partijen, behalve echt de PVV, erop gericht om die eurozone bij elkaar te houden. Maar er zijn wel partijen die iets makkelijker erover denken dat eventueel Griekenland of de zuidelijke landen eruit zouden stappen. De economische gevolgen van het opsplitsen van de eurozone zijn echter zo ontzettend onoverzichtelijk en riskant dat de meerderheid toch, denk ik, er voorlopig voor kiest om de boel bij elkaar te houden. En misschien gaat het ook lukken, want vandaag is er weer een nieuw besluit van de Europese Centrale Bank gekomen dat ze staatsleningen van de zwakke zuidelijke landen gaan opkopen. En dat is misschien een manier waarop die eurozone beter bij elkaar zal blijven. Frits, mag ik even naar iemand die via de chat bij ons komt? Het grijpt een beetje terug op het vorige onderwerp dat we besproken hebben. Paul Bokkinga die reageert en hij vraagt zich af, wat vinden jullie ervan dat een politicus bepaalt wie er bij hem aan tafel zit? Ik denk dat Paul Bokkinga refereert aan het mini-relletje tussen Mark Rutte en Freek de Jonge. Waarbij Mark Rutte zou hebben gezorgd dat Freek de Jonge niet in een programma bij hem aan tafel zit, omdat hij vindt dat Freek de Jonge de VVD niet goed gezind is. Wat vinden jullie van die tendens? Herkennen jullie het? Dat is misschien de eerste vraag die ik moet stellen. Frits, doe maar. Frits is die zonder haar en ik... Er zit een beetje vertraging in. Ik vind dat politici daar wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Ik kan me wel voorstellen als campagneteam of als printer. Geef eens een voorbeeld, Frits, uit je eigen ervaring. Dat mensen in een talkshow komen en daar zit een meisje van 06-lijn naast. En dan denk je, ja, vind ik dat nou allemaal wel kies? Dat past iets op met mijn partij, wat moet ik daarmee? Dat snap ik. Heel toevallig, ik had Freek de Jonge nou een half uur geleden nog aan de telefoon. Die dus afgezegd is door het programma op 1. Omdat Mark Rutte niet met hem in debat wilde. Ja, die vertelde mij ook. Mark Rutte wist al 7 weken lang dat Freek de Jonge daar ook zou komen. En dan ineens zie je de kramp in de campagne bij de VVD. Daar is natuurlijk iets aan de hand. Want die zitten op dit moment van, jongens, dat moet die Samson ineens aanzetten. En is dit niet riskant voor ons? Ik vind dat niet zo wijs, want ik mag nog niks klappen over de conferentie, verkiezingsconferentie van Freek de Jonge. Maar ik denk dat hij dit heel hard aan de kaak gaat stellen. Dus dan komt het als een boemerang. Kun je het beter zelf doen, denk ik. Ja. Maar er zijn dat soort eisen stellen, maar we gaan we zo mee. Ferry. Nou ja, dit, aan de ene kant kan ik me wel een beetje voorstellen, het is de laatste dag voor de verkiezingen, of de ene laatste dag. De kramp is groot en dan zit je ineens met iemand met wie je het niet kan vinden. Dat is niet leuk, maar als je zelfvertrouwen hebt en je zou denken, nou Rutte kan iedereen wel aan, dan maak je daar niet zo'n punt van. Wat ik persoonlijk veel erger vond, is dat bijvoorbeeld wij al wekenlang, maandenlang, een debat bij Nieuwsuur Wilders-Pechtold hadden georganiseerd. En dat Wilders op het laatste moment gewoon zegt, ja, ik heb er geen zin in. Ik heb daar niks te winnen, ik doe het niet. Als je met je eigen politieke opponenten niet meer in discussie wil op een serieuze manier, dan vind ik dat eigenlijk nog veel erger. Dat je geen zin hebt in een leuke sidekick, ja.
dat is een beetje een kwestie van smaak. Ik zou het ook, in het geval van Rutte, die pak ik wel in. Er is een vraag die hem ook een beetje aansluit op het vorige onderwerp, heeft blijkbaar wel wat losgemaakt. Vraag van de heer Kruseman, P. Kruseman. Hij vraagt zich af, zou er niet een keurmerk moeten komen op elke zender om te laten zien welke partij die zender steunt? Hetzelfde zou volgens kranten moeten gelden. Moeten we ons eerst afvragen wie van jullie heeft een voorkeur voor welke partij en hoe merken we dat? Nou, als het goed is, bij ons niet. Kijk, in Engeland. Als het goed is bij ons niet? Als het goed is bij ons niet. Bij ons zeker niet. Bij ons zeker niet. Kijk, in Engeland zie je bijvoorbeeld dat de kranten gewoon een hele duidelijke lijn kiezen voor de verkiezingen. Ze gaan een bepaalde partij steunen. Ik vind dat er wel een verschil is tussen wat Ferry doet en wat ik doe. Wat het NOS Journaal doet, de collega's daar. En bijvoorbeeld een krant waar je op abonneert. De Telegraaf, ja, die koop je. Dan neem je een abonnement op. Die heeft een bepaalde signatuur. Als die dan een partij afbranden, meer dan anderen of meer steun dan anderen. Ja, daar kies je voor. Dat is gewoon een product. Waarvoor je echt betaalt en kiest. Ik vind dat een publieke omroep met een achterban, met leden, ja, ook dat best wat meer mag doen. Als de EO, de ChristenUnie, wat meer wil steunen, omdat die leden dat graag willen, doen ze niet opzichtig trouwens hoor. Maar dan mogen ze dat doen. Vroeger de VARA. Ferry zei net dat geldt voor de NOS nog veel meer dan voor de commerciële omroep. Wat bedoelde je daarmee, Ferry? Nou, dat de NOS wordt uit publiek geld betaald. Dat is wij noemen dat altijd de gezamenlijkheid. Dus wij vertegenwoordigen, of wij willen iedereen bedienen van links tot rechts. Het zou wel heel raar zijn dat als NOS dan zegt, we bedienen iedereen, maar we hebben voorkeur voor één bepaalde partij. Die hebben we ook niet. Ja, ja. Zie je bij RTL wel zoiets? Een voorkeur voor links of rechts of een wat dan ook? Nee, absoluut niet. Ik vind RTL en zeker het half acht nieuws of het journaal, het nieuws, is de prima programma, onpartijdig. Ik heb daar geen enkele kritiek op. Dus ik vind dat wij beide als grote nieuwsorganisaties zo goed mogelijk, het is niet makkelijk, maar het is een beroep om zo goed mogelijk onpartijdig mensen te informeren. En dat is onze taak. En daar, Ik heb hier een vraag van Rinus Broeker. En die zegt eigenlijk, Frits, ik vraag het ook maar even aan jou. Hij zegt dat de NOS in de politieke berichtgeving veel linkser is. Hoe zie jij dat? Nou, dat was misschien heel lang geleden zo. Ik zie dat eigenlijk niet terug. NOS doet dat werk ook heel onafhankelijk. Ik zie dat in het journaal, ik zie dat in de Nieuwsuur en andere rubrieken. Nou, bij ons zie je dat ook zo. Trouwens, Rolf, in zeg maar de, ja, ik weet niet hoe dat precies heet, de statuten, de reglementen, de grondslag van RTL, staat ook heel duidelijk dat RTL politiek en ook werk direct onafhankelijk is. En daar mogen we helemaal geen enkele richting in kiezen. En nou, daar leven we dan ook RTL naar. Dat is maar goed ook hier. Als mensen tegen mij zeggen, journalisten zijn links, dan zeg ik altijd, ja, dat komt misschien, als dat al zo zou zijn, omdat te weinig rechtse mensen journalist willen worden. Maar dat was vroeger misschien in de jaren 70 een beetje meer, maar nu is dat heel erg veranderd de afgelopen jaren. Ja, maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat journalistiek is altijd kritisch en kritisch naar de macht toe. En kritiek is op de een of andere manier in de perceptie van veel mensen toch iets linkserigs. En daarom vinden ze vaak dat journalisten links zijn. Nou, echt, wij proberen en wij zijn ook zo onpartijdig als maar mogelijk. Dat is wel grappig. Nou, het is gezegd. Ik wil eventjes naar de volgende gast in de hangout, Leo Ringma uit Veenendaal. Wat toevallig de geboorteplaats van Frits is. Ja. Is er aan de hand hier? Oh. Leo, stel je even voor alsjeblieft en stel je vraag. Nee. Hallo. Ja. Leo, ja, we horen je. Stel je even voor en stel je vraag alsjeblieft. Hallo, ik ben Leo Ringma. Ik werk bij de gemeente Veenendaal. Veenendaal, dat is schijnbaar toch bekend grondgebied van Frits, heb ik in de wandelgangen begrepen. Ja, dat klopt. En mijn vader heeft ook bij de gemeente gewerkt en ik ben er geboren. Dus vandaar ook leuk dat ik in deze... maar ik heb een vraag over de politiek, over de komende verkiezingen. Het gaat eigenlijk om de geloofwaardigheid van de politiek. Stel je vraag. Als je gaat stemmen straks... Oh, het valt weg. Ik geloof dat... Leo, kun je je vraag nog een keer stellen? Want je geluid valt weg. Het geluid is niet goed. Kun je je vraag nog een keer stellen, alsjeblieft? Ja, het gaat over de geloofwaardigheid van de politiek. Ja? Is nou duidelijk? Ja? De geloofwaardigheid van de politiek.
Als je straks gaat stemmen op een bepaalde politieke partij, dan ga je uit dat die bepaalde standpunten heeft. Op die partij ga je stemmen. Maar de verwachting is dat geen van de partijen een absolute meerderheid gaan halen. Dat houdt in dat de partijen met hun standpunten concessies gaan doen. Dan is mijn vraag, achter welke standpunt houden de partijen zich vast? En bij welk standpunt gaan ze water bij de wijn doen? Ik denk dat de stemmer daar recht op heeft, op die standpunten. Oké, heren in Den Haag, wie? Nou, ik snap helemaal wat Leo bedoelt. Ik vind dat politieke partijen ook altijd heel voorzichtig moeten zijn met beloftes, hè, verkiezingsbeloftes. Het is meer een inzet voor die verkiezingen. Wij willen dit graag, zegt de ene partij. Wij willen dat graag, zegt de andere partij. Weten dat ze daarna met elkaar moeten gaan samenwerken. En dat je dan inderdaad compromissen zult moeten sluiten. Leo zei het al, want niemand heeft de absolute meerderheid. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Engeland of in andere landen op. Ja, van tevoren al weggeven wat je in de onderhandelingen misschien wel kwijt wilt en waar je inderdaad water bij de wijn wil doen, vind ik niet zo verstandig. Iedereen kan er wel een beetje aanvoelen waar dat ongeveer zit. Maar het is een inzet voor de verkiezingen. Ze willen het maximale resultaat straks bij die onderhandelingen eruit halen. Maar om van tevoren te zeggen, ja, dit geef ik straks toch wel weg. Dat zeggen wij wel, want dat geef je straks toch wel weg. Dat vind ik wel. Ja, erger is natuurlijk als je het omgekeerd doet. Als je eerst zegt, dit is voor mij een breekpunt. Ja. En de dag na de verkiezingen laat je het vallen, zoals al eerder is gebeurd. Het is wel zo dat wij ook bij de NOS merken, bij veel vragen van mensen uit het land, dat het idee dat partijen beloftes doen en vervolgens compromissen sluiten, dat altijd als iets, toch iets minder waardigs wordt gezien. Ja, dan zeg ik altijd, ja, inderdaad, partijen hebben geen meerderheid. En kijk naar je eigen situatie. In ieder gezin wordt iedere dag weer een compromis gesloten. Je gaat praten over de vakantie. De een wil naar Scandinavië, de andere wil naar Spanje. En jullie gaan met z'n allen naar Zwitserland. Dat zijn compromissen. Zo gaat het in een gezin. Zo gaat het ook als je een coalitie moet maken in Den Haag. Want je hebt het niet alleen voor het zeggen. We gaan op dit punt nog even door met Maurits van der Goes. Maurits, stel je even voor en stel je vraag. Ja, en toen was het geluid. Hallo, ik ben Maurits van der Goes, 25 jaar en student aan de TU in Delft. Het is eigenlijk lang stil geweest vanuit de lijsttrekkers, maar de afgelopen dagen zien we toch in enigszins verhullende woorden, horen we de lijsttrekkers zich steeds meer uitspreken over welke partijen ze wel dan wel niet willen regeren. Kunnen jullie op dit moment een voorspelling doen welke realistische coalitie het nieuwe kabinet gaat vormen na 12 september? Zo. Ja, nou, doe maar. Er zijn op grond van de peilingen, er is natuurlijk heel veel gepraat, wordt heel moeilijk met al die partijen, de versplintering in het midden, maar op basis van de peiling bij ons, de barometer, zijn er eigenlijk twee voor de hand liggende combinaties. De ene is de oranje combinatie, dat is VVD, CDA en PvdA, die hebben dan 78 zetels uit mijn hoofd. De andere is paars, VVD, PvdA, D66, die hebben 79 zetels. Dat zijn de twee voor de hand liggende combinaties. Een links kabinet heeft geen mogelijkheid. Die moeten op zijn minst met 5 partijen gaan samenwerken, dus dat zit er niet snel in. Voor de SP is dat dus een lastige situatie. Op dit moment zeggen al die partijen natuurlijk, nog steeds zegt de VVD, de PvdA wordt steeds linkser. En de PvdA zegt, Roemer wordt, of Rutte wordt steeds rechter. Op dit moment houden ze allemaal nog hun eigen positie. Maar die twee. Oké, maar dit is vooral cijfermatig. Als we dan jullie ervaring erbij pakken, wat is, welke lijsttrekkers liggen elkaar goed? Welke beleidsterreinen liggen dicht bij elkaar? Nou ja, ze liggen elkaar allemaal even goed en even niet goed. Ik bedoel, het is niet zo dat ze ondanks al die scherpe debatten als vijanden echt tegenover elkaar staan. Ze weten dat ze straks moeten gaan samenwerken. Ik denk zelf, als de VVD de grootste wordt, dan komt het voortouw toch een beetje bij de VVD te liggen in de formatie. Kans groot is een kabinet van VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. Maar dan heb je er 4, want dan heb je toch een iets bredere meerderheid. Want dat zei Alexander Pechtold van de week ook. Ja, alleen paars met 2 zetels meerderheid, dan hebben we dat weer en willen toch een tijd stabiel verder kunnen gaan. Dus wellicht 4. Maar als de Partij van de Arbeid het grootste wordt, dan betekent dat dat heel veel kiezers die twijfelden tussen de SP
om daar wellicht op wilde stemmen, toch denken, ja, we willen links een premier in het torentje, dan toch maar naar Diederik Samson. Dat Diederik Samson in dat voortouw de SP natuurlijk niet zomaar teleur kan stellen. En dan moet hij toch eerst gaan praten met de SP. Maar ja, de VVD heeft al gezegd, ja, dat gaan wij niet echt aan een meerderheid helpen. Alexander Pechtold, D66, vindt het ook ingewikkeld. Dus dan wordt het wel iets lastiger om zo'n breed kabinet te vormen. Dan heb je er misschien 5 nodig. Als Rutte het wint, dan denk ik dat het vrij snel klaar is. Of, het gaat wel even duren hoor. Want dan krijg je VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. En dan gaat het midden het weer doen. Dan heb je natuurlijk een hele boze SP aan de linkerkant. Dan heb je een hele boze PVV-aanhang aan de rechterkant. Want die liggen er dan weer buiten. Maar dat zal het denk ik wel gaan worden. Maar als de Partij van de Arbeid wint, dan moet eerst dat met de SP allemaal opgelost worden. Want hij kan die mensen die overgestapt zijn en echt voor links wilden kiezen met de Partij van de Arbeid, met Samson, niet zomaar teleurstellen door de SP in één keer buiten de deur te zetten. Maurits, is dat een antwoord op jouw vraag? Ja, nee, dank. Dat is een interessante vooruitzicht met nog een week te gaan. Ik wil even naar de chat. Eelke Pruim heeft een vraag. Hij vraagt, Ferry en Frits, aan jullie. Vinden jullie het een goed idee om de laatste week voor de verkiezingen geen peilingen te laten zien? Nee, dat vind ik geen goed idee. Ik moet eerlijk toegeven dat met de peilingen die af en toe zo van elkaar verschillen, ik ook wel een probleem heb. Je zou haast zeggen, laten we één nationale peiling doen en die iedere dag of iedere week. Maar kijk, met het feit dat je uit verschillende partijen kan kiezen, dat maakt het mogelijk om strategisch te stemmen. Als je ziet, als je graag wil dat Rutte premier wordt, dan moet je op Rutte stemmen en niet op het CDA. Of als je graag wil dat Samson het wil, dan moet je op Samson stemmen en misschien niet op D66 of niet op de SP. Dat soort bewegingen, strategische afwegingen, die vinden plaats. Het kan alleen maar als je een beetje weet hoe de krachtsverhoudingen zijn. Dus als je in die laatste week niet weet wat er gebeurt, dan kan je dus niet een strategische stem uitbrengen. En in dit moeilijke coalitieland met zoveel verschillende partijen is het wel fijn als je met je stem ook een beetje de kabinetsvorming kan beïnvloeden. De strategische stem. Frits, vind jij dat ook? Ja, nou kijk, ik word zelf ook een beetje gek van al die peilingen. En na volgende week woensdag wil ik het woord peiling voorlopig nog even niet horen. Zo zijn er nog wat van die termen, maar ja, ze zijn er. En je moet ook een beetje, het geeft het klimaat aan voor dit moment. Het is echt nog niet het weerbericht van volgende week woensdag. Maar je moet een beetje het gemiddelde nemen van al die peilingen. En ja, kijk, verbieden, dat lukt ook niet. In deze tijd van internet, sociale media, nou, dan zeggen we in Nederland mag het niet. En dan komen ze via Australië, komen ze hier gewoon weer op internet. En dan zien ze het toch allemaal. Dus verbieden heeft absoluut geen zin. Daar ben ik ook tegen. Toch een soort verbod, een soort vrijheid van, nou, dit is er aan de hand. Want dan kan ik wel een peilingje gaan doen via Twitter. Nou, dat geeft ook een beeld, dan mag ik dat ook publiceren. Ja, vind ik zelf. Kortom, die peilingen zijn er nou eenmaal. Maar nogmaals, hou in de gaten, het is het klimaat van deze week, vlak voor de verkiezingen, echt toch niet het weerbericht, de voorspelling van aanstaande woensdag. Maar Frits, als ik even tussendoor mag, Rolf. Frits, ja, kom maar even. Hoe groot acht jij de kans dat inderdaad de PvdA de grootste partij wordt? Want hij heeft natuurlijk wel de afgelopen weken een enorme vlucht gemaakt naar boven. Nou ja, die kans is er nu gewoon. Als je kijkt weer naar die peilingen, dan zit hier de VVD echt op de hielen. En ja, als ik VVD-campagneleider was, zou ik me toch een beetje nerveus gaan maken op dit moment. Ik weet zeker dat ze dat ook doen. Die kans is er. Of het zo uitpakt op het laatste moment, ja, dat moet je altijd maar afwachten. We hebben het eerder bij verkiezingen gezien dat echt die laatste twee dagen de ene partij over de andere heen vloog met een aantal zetels. Het wordt in ieder geval, dat kunnen we wel zeggen, spannend. Ja, nou ja, het was wel grappig. Ik las toevallig een bericht dat over het feit dat de campagneleiding van de VVD zich zenuwachtig maakt. Dat denk ik ook. Maar blijkt dat onder andere uit, omdat er ineens een bericht verschijnt dat ze de campagneopzet niet gaan veranderen. Dat is meestal betekent dat er dus discussie is en dat ze naar buiten willen uitstralen dat alles hetzelfde is. Dat ze helemaal niet ongerust zijn. Maar geloof maar dat ze daar inderdaad met samengeknepen vuisten, zullen we het nu maar eens noemen, ja, daar de campagne zitten te volgen hoor. En mag ik zelf even terugkomen op de vorige vraag over de peilingen? Ja, we moeten wel een beetje gaan afronden, maar ja. Kom op, doe maar. Ik vind het, er wordt zoveel over peilingen, het wordt gewoon een hot item. Mensen die laten zich door de peilingen heel erg beïnvloeden, is het niet zinvoller om de peilingen achterwege te laten en de informatie verstrekken over de partijen die die burgers dat graag willen horen, die informatie in de hand daarvan de verkiezingen te houden naar aanleiding van de standpunten die de partijen hebben. Want ze laten helemaal geen peilingen invloeden. Helemaal geen peilingen meer. Oké. Want het is meer een
het is meer een media-item aan het worden. Ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. Eigenlijk wel. Het is natuurlijk ook, Frits en Ferry zullen dat misschien ook beamen. Het heeft ook wel een beetje de charme van een wedstrijd natuurlijk. Hè? Met dagelijkse koersen. Heeft ook wel weer wat moois, toch? Of vinden jullie van niet? Ja, maar moois. Maar we hebben het wel over belangrijke zaken. En niet over een wedstrijd of over beurs. Want dat gaat ook niet al te geweldig. We hebben het over politiek. Maar het is toch zo dat 14 dagen geleden. In de hangout. Dat jij, Frits, ook zei van, ja, die peilingen worden ook gebruikt door de partijen zelf om hun verkiezingsprogramma aan te passen en hun debatten aan te passen, om zodoende nog meer stemmen te krijgen. Ja, partijen kijken zelf natuurlijk heel druk naar die peilingen, houden zelf ook peilingen van wat ligt goed, wat vindt onze achterban, dat kan, moeten we een beetje op. En ze houden het allemaal nadrukkelijk bij. En wat je altijd ziet, als iemand heel slecht staat in de peilingen, zegt ze altijd, ja, nee, de verkiezingsdag, dat is de echte peiling. Dan gaan ze heel mooi, gaan ze hoog. Ze zeggen, ja, wellicht gloort dit allemaal voor ons, het is geweldig. Kijk naar Emiel Roemer, toen hij heel hoog stond in de peilingen. Nou, toen had hij zijn intrek in het torentje bijna al genomen, had het behang uitgezocht en een nieuwe kleur gordijnen. En nu zegt hij, ja, die peilingen nu, kijk niet te veel naar. We zien het dagkoers. Allemaal wel, nu zijn het ineens dagkoersen. Kortom, ze zijn er al eenmaal, je kunt ze niet weglaten. En als je geen peilingen hebt, mensen praten op hun werk of in de straat of in het café of op het schoolplein. Wat ga je doen, hoe kijk jij er tegenaan? Dat zijn eigenlijk ook een soort mini-peilingen in je eigen omgeving. Heren, dames, wij moeten gaan afronden. Het is 4:30 geweest. Het zit erop. Ik wil jullie hartelijk danken. Maurits, Wivine, Leo, Tom en Eduard. Veel dank aan Frits. En speciaal veel dank aan Ferry Mingelen van de NOS dat hij bij ons heeft willen komen. Dank je wel. Ik weet zeker dat Frits nog één of twee mooie flessen voor je heeft. Ferry, die zal die je zo gaan aanbieden. Dank je wel voor het delen van je kennis en ervaring. Dank ook aan Frits. En ik hoop tot de volgende keer allemaal. En die volgende keer zal het gaan over de Amerikaanse verkiezingen. En dan zal Erik Mouthaan, onze correspondent in de Verenigde Staten, erbij zijn. Let op de aankondigingen op onze website rtlnieuws.nl. Nou, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Ja, ook hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Tot ziens.